ook altijd misschien. Zo. Die oude landstrijd. Hier wordt het niet meer. Er wordt hier hard gewerkt. Jazeker. Het werk zit erop. Oh, komt hij aan. En nu gaat het gebeuren straks. Ik duur wel te hoog hoor. Oh. Dat is heel mooi meegenomen. Ja. Hoe staat het veld ervoor? Perfect. Ja? Ja, het, ze zeggen dat het beste gevoetbald wordt, dat een klein beetje nat is bovenop het oplaagje. Daar rolt het balletje lekker. Ja, nou, maar mooier kan het niet. Ik heb het om 2 uur bekeken en dan ging het niet om een klein laagje erbovenop. Nee, top, hoor. Maar de ondergrond is fantastisch. De buizen lopen, het water is bijna allemaal afgevoerd. Alleen een klein strookje onder, aan de noordkant is het een beetje waterig. Maar het wordt, zit zo goed vast dat er geen probleem wordt. Oké. Okay. Ja, mooi zo. Staat als een dijkje. Nee, er valt water in. Nou, dat is op zich het beste, maar ja. Nou, het is een stuk beter dan een lesnet. Ja, maar het is nog niet zuiver vlak. Maar ja, goed. Nee, wij horen er niet bij. Zo jongens, nee. De grote dag. Ja. Kun je een naam noemen? Hebben jullie eerder tegen een profclub gespeeld? Nee. Zomaar? Nog nooit. Niemand van jullie groep? Ja, Rob wel. Ik ook wel. Ja, Rob wel en Jacob wel. Ik denk Cambuur, ik dat nog geen. Ik eigenlijk nog nooit. Nee. 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 Dat geloof ik niet meer. Nee. Ik geloof het ook niet meer dat het lukt. Dat wordt het hoogtepunt van die carrière. Ja. Is dit de man waar alles om draait vanavond? Nee, dat is deze meneer naast mij. Nee, ik heb wat gehoord. Er gaat er eentje afscheid nemen. Dat doe ik niet. Dat ben jij niet? Nee, wel nee man. Ik ben de jongste van het stel. Je bent te laat. Ach ja, ik moest werken tot 6 uur. Heel laat, hè? Dan hebben jullie al een aantal dagen een beetje getraind, voorbereid op deze wedstrijd? Nou, of heeft iedereen net vakantie gehad? Ja, iedereen, de vakantie is nog in volle gang, hè? Ja. Dus dan, deze wedstrijd komt natuurlijk voor Heerenveen is dat een wedstrijd voor een aanloop naar de competitie. Ja. Onze competitie begint veel later, dus wij... We hebben gisteravond geprobeerd om wat te trainen, maar door onweer is dat een beetje in het water gevallen. Dus wij starten eigenlijk deze wedstrijd gewoon zonder enige voorbereiding. En zonder conditie en, dus? De conditie bij de jongens is wel in orde hoor. Het zijn allemaal jonge jongens, die zitten allemaal fysiek goed in hun vel. Dus wat dat betreft is er geen probleem. Plus het feit dat jullie lang de vorige competitie zijn doorgegaan vanwege na-competitie. Ja, we hebben de na-competitie hebben we tot de laatste wedstrijd meegestreden. En jammer genoeg met de laatste strafschop zijn we niet gepromoveerd naar de derde klasse. Dus ja, dat is wel een beetje een domper voor die jongens. Dus die honger naar de bal die moet zo zachtjes aan weer een beetje komen. Maar die is wel een beetje weg geweest omdat het ja, toch wel een beste klap voor ons is geweest dat we die derde klasse niet hebben gehaald. Wie gaat er witte broek aan? Is Brenner aan het halen? Zo nog één wachten. Oh, de... Kees. Ja, dat is wel jongen. En nu bellen naar boven. Ja, Kees. Ja. Ja, nou ja, zo'n maar de Rob, lach even. Hey.
Wat een opties willen. Ja, jongen, de laatste keer. Dan denk je me. Jongens, even klappen dit. We hebben een maand van boven het nieuws over wie dat programma is. Ja, ik doe het. Twee maal. Seizoenkaart is je houdt net, hè? Nee. Programmaboekjes en lotjes en data krijgen. Oké. Okay. Dank u. Kom maar dan. Ja, mooi blijft. Is er onder het publiek veel vakantiegangers bij? Dat je weet? Alleen maar. Want dat blijkt het. Of heel veel van het eiland zelf. Hey, ken je de mensen een beetje die langskomen? Nee. Hoe ben je voorstel? Ja. Nou, dan ken je mij. Drie stuks. Drie stuks, 15 euro. Alsjeblieft, en verslag geven. Even slag geven, nou, kijk eens in. Een vijfje? Ja. Yep. Heb je de kast? Moet je mee? Nou, doe maar. Oh. Loopt het te koop? Hoe kost je die ding? 50 euro per stuk. Kijk eens achter u, meneer. Wat een mooie hoofdprijs zit te winnen valt. Ja. Wel voor 3 euro een loodje. Die wordt geloofd. Ben je broer van Jan? Broer van Jan? Nee. Nee, hè? Hey, goede club, hè? Ja. De beste moeder. Ja, de beste. Is dit een nieuwe sport? Step voetbal? Ja. Als je moet rusten. Grensrechter? Ja. Assistent scheidsrechter. Assistent scheidsrechter. Sorry, sorry. Hier van Ameland? Van Ameland. Van de club zelf? Van de club zelf, ja. Ja. Ik ben 12. Mandu. Ja, dat dacht ik al. Ja. Oh, ik krijg het hard weer van, man. Ik had inderdaad een schone shirt kunnen uitzetten. Ja, hier. Kijk maar even rond. En waarom speel jij niet mee?
Johnny Spit. Zorger, hè? Een blessure, een liefblessure. Oh, bezorger. Oké. Okay. Goal, hè? Zijn er al aan, jongens? Alles kwijt? Ja, alles is meegekomen. Zijn Mika's voor je? Nee, maar kan weer al eerst. Hebben wij nog volkslied, Mika? Nee, ja. Als je wil, moet je zingen. Zingen, maar zit er maar in. Nee, Arjen kan. Succes. Veel plezier. Succes. Got it.
kan niet, hè. Weglopen, hè?
manier op, hoor. Hey, dude. Hey, dude.